weer op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Als je al een tijdje een abonnee bent van ons kanaal of misschien juist wat nieuwer bent, maakt eigenlijk niet uit. De kans is groot dat je nog nooit eerder een kringloopvideo op ons kanaal hebt gezien. En dat vind ik ergens heel erg gek, want dit is iets wat ik echt al jaren super leuk vind om te doen. En ik denk dat ik misschien in het allereerste begin van ons kanaal nog wel bezig was met lekker kringloop shoppen en dergelijke. Maar dat het gewoon door de jaren heen wat minder is geworden. Wat ik super jammer vind, want ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ik ben mezelf weer een beetje terug aan het vinden. Dus ik dacht, het is vast wel heel erg leuk om gewoon als een van onze eerste video's na onze break weer er een kringloopvideo in te gooien. Want ik heb de afgelopen tijd een paar kringloopjes bezocht. En ik heb ook wat geluk gehad en wat leuke items geshopt. Dat is waar deze video vandaag over gaat. Ik heb ook een paar kleine momentjes gefilmd in de verschillende kringloopjes. Via Instagram hoor ik vaak dat jullie ook benieuwd zijn naar welke kringloop nou fijn is of waar ik naartoe ga. Dus ik dacht dat is wel heel erg fijn om te delen. Ik ben meteen eventjes bij de interieurspulletjes gaan kijken, zoals deze vase. Die vond ik wel heel erg leuk, maar ik vond ze toch niet bijzonder genoeg om mee naar huis te nemen. Dus ik heb ze gewoon laten staan. Toen heb ik ook nog even gekeken bij de stoelen. Niet dat ik stoelen nodig heb, dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier aan het doen was. Maar op zich vond ik deze witte wel heel erg mooi eruit zien. En zoals je kan zien heb ik momenteel een obsessie voor rieten items. Dit was bijvoorbeeld een wasmand die ik eigenlijk wel heel erg leuk vond. Maar ik heb totaal geen wasmand nodig. Dus ook deze heb ik laten staan. Zo, nou bij de kringloop in Amsterdam had ik dus niet echt heel veel geluk. Maar er zijn er nog veel meer. Dus ik wil zeker nog een keer wat andere kringloopjes proberen. En toen ben ik later ook nog met Serene en met haar vriendinnetje Kat naar een paar andere kringlopen. Wat meer in de buurt van Utrecht gegaan. En daar heb ik wel wat meer geluk gehad. En dit is de kringloop in Houten. Dit is een van onze favorieten. Hier ben ik ook het beste geslaagd en dat gaan jullie zo meteen zien. Wij kwamen ook deze Dr. Martens tegen, maar ze vroegen er echt nog €75 voor, wat ik echt heel veel geld vond. Ik heb dus ook nog een leuk shirtje die ik aan het passen was. Was van de H&M, past ook echt perfect bij mijn schoenen, maar ik had niet zoiets nodig, dus ik heb hem toch laten liggen. En ik kwam ook deze jeans tegen. Ik ben hier een beetje awkward aan het kijken of ik hem misschien zou kunnen innemen zodat hij perfect past. Maar toen had ik eigenlijk iets van, ik ben eigenlijk helemaal niet dol op deze kleur wassing van de denim. Dus ik heb hem gewoon laten liggen voor een ander die er wel helemaal gek op is. Maar het was op zich wel een mooi modelletje. Zo, het is hier echt heel erg groot, maar ook tegelijk heel erg koud. Dus ik loop echt te rillen, wat niet heel erg chill is. Ik sta nu een beetje op de beddenafdeling. Dus hier vond je wat bedframes, kasten, ook zelfs wat kleedjes voor op de grond. Op zich wel leuk dat ze hier best wel grote aanbod hadden in grotere meubelen, zoals deze kasten en banken en dergelijke. Verder vonden we het niet echt heel erg bijzonder. Ook nog wat LP's bekeken, hadden ze wel echt super veel van. Dus heel erg leuk als je dit luistert of misschien gebruikt als interieur. En dit is de kledingafdeling. Het was echt best wel een grote rommel. En ik vond persoonlijk de kleding niet in de allerbeste staat in vergelijking tot andere kringloopwinkels. Dit is een andere kringloop. Hier had ik ook nog best wel wat leuke tafeltjes en stoeltjes en dergelijke gezien. Kat heeft hier ook haar salontafel gekocht. Dus dat is wel heel erg leuk. Dit vond ik ook wel heel erg bijzonder. Het is een hele mooie set met allemaal bordjes, kommetjes en dat soort dingen. Maar echt gewoon een hele grote set. Mocht je zeg maar nog een eigen uitzet moeten hebben voor bij je thuis, dan kan je hier echt superveel voor kopen. Ik denk zelfs dat je hier een café mee kan vullen als je dat zou willen openen. En dan zijn we nu aangekomen bij het shoplog gedeelte van deze video. Waarschijnlijk hetgeen waar je misschien wel op zat te wachten. Ik heb ook nog eventjes één dingetje erbij gepakt van een hele tijd terug toen ik bij de kringloop in Naarden was. De kringloper, daar heb ik niet gefilmd. Maar daar ben ik ook naartoe gegaan. Was ook heel erg leuk, maar dat is alweer ietsje langer geleden. Allereerst heb ik hier twee dopperflessen. Dopper is een bekend merk dat hele mooie flessen maakt. En deze zag ik liggen voor echt maar €2 per stuk, wat echt super goedkoop is. En ik denk dat het merk Emerson, wat hier bovenop staat, misschien is het bij het bedrijf failliet gegaan of ze hadden misschien te veel over, want er lagen echt een stuk of 20 of 30 te koop, allemaal voor €2 per stuk. En ik dacht, ik kan hem gewoon niet laten liggen, want het zijn super fijne flessen en ik ga ze misschien cadeau geven. Dus ik dacht, ik neem er twee mee, dus voor €2 per stuk. Waar ik ook super blij mee ben, is dit setje met rietjes. Deze heeft Serena voor mij gevonden en toen ik het zag, moest ik echt even schillen, want hier was ik echt al naar op zoek. Het komt trouwens in zo'n heel mooi zakje. Hij is een klein beetje verkleurd, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Het zijn bamboerietjes. En ze zijn wat dikker zoals je kan zien. En dat is precies waar ik naar op zoek was. Er zitten er 5 in. Ze zien eruit alsof ze nog nooit gebruikt zijn. Dat er nog nooit van gedronken is en dergelijke. En er zit zelfs ook nog een raggetje bij om hem schoon te maken aan de binnenkant. Hier zo. Dan kan je de rietjes schoonmaken. En ik ben hier echt ontzettend blij mee. Want ik wilde dit dus eigenlijk al shoppen.
Omdat het gewoon een heel mooi duurzaam product is. En nu ben ik extra duurzaam, want ik heb het niet nieuw gekocht. Maar gewoon van iemand anders overgenomen. Dit setje was €1,50. Dus daar heb ik echt een super goede deal mee binnengesleept. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Als je me volgt op Instagram heb je misschien wel gezien dat ik de afgelopen tijd lekker achter de naaimachine zat. Dat ik wat leuke projectjes aan het maken was. Zakjes, scrunchies heb ik al gemaakt. En ik ben gewoon helemaal obsessed met de batik print. En dat is een Indonesische print. Daar had ik nog wat stof van dat ik een keer in Indonesië had gekocht. Maar ik was ook op zoek naar wat nieuwe stof. Omdat ik een beetje door mijn eigen stof heen ben. En toen kwam ik dit tegen bij de kringloop. Het is volgens mij een hoes voor een guling. Dat is zo'n rond kussen. En daar zit volgens mij de hoes voor. En daar kan ik hem omheen gaan gebruiken. Want ik heb er zelf ook één thuis. Maar ik denk dat ik gewoon de stof ga gebruiken om weer nieuwe projectjes van te maken. Dus ik heb eigenlijk gewoon een stuk stof gekocht. Wat ik kan gaan herbruiken. Super blij mee. Want ik vind hem ook echt heel erg mooi. En wat nog mooier is, is het prijsje. Deze was namelijk maar €1,50. Toen kwam ik nog een stukje stof tegen, maar net wat kleiner. Het is eigenlijk gewoon een zakdoekje. Het is ook niet een batik print, geloof ik. Ik denk gewoon een ander soort print. Maar ik vond hem alsnog heel erg mooi. Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee ga doen, want het is natuurlijk niet zo heel veel. Maar ik kon het gewoon niet laten liggen. En deze was 50 cent, geloof ik. Ik ben de laatste tijd ook helemaal into interieur. En ik probeer op mijn Instagram account ook wat meer interieurfoto's te plaatsen. En gewoon wat meer foto's van mijn omgeving waar ik woon. En ik heb daarom ook wat leuke dingetjes gevonden bij de kringloop. Zoals dit super leuke en mooie mandje. Maar ik ben voor deze keer gegaan omdat ik hem net wat anders vond dan de meeste mandjes die ik zag. Hij is net wat subtieler, wat dunner geweven, gewoon wat delicater eigenlijk om het zo maar te noemen. Wat ik in het mandje ga doen, ik weet het nog niet helemaal zeker. Je kan er echt van alles in kwijt, sieraden, sleutels, dat soort dingen. Ik heb hem ook al gebruikt als hoe? Nee! Ik heb hem ook al gebruikt als fotopop, dus voor mij is het echt gewoon super fijn. Past gewoon perfect bij mijn interieur. En nou, wat ik ook wel heel erg leuk vond is volgens mij zijn het soort van schelpjes die hier zijn afgemaakt eigenlijk als het ware. En dat past helemaal perfect met wat ik de laatste tijd in huis haal. Want daar heb ik een mooie overgang naar het volgende product. Het is, nou ja, je mag mij vertellen. Ik denk dat het iets is van een onderzetter of iets dergelijks. Hij is al een beetje gebruikt. Je ziet wat krasjes en een beetje wat viezigheid. Wat ik misschien nog even schoon moet proberen te maken. Maar ik denk dat het een soort van onderzetter is. Helemaal gemaakt van schelpjes. Ik ga hem of gewoon zo houden. Want ik vind hem wel heel erg mooi. Kan ik ook dingetjes op plaatsen. Of ik ga hem loshalen en de schelpjes gebruiken voor een ander project. Ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik deze heb gevonden. Deze was maar €1. En dit mandje was trouwens ook maar €1. Dus ja, daar hoef je het ook niet voor te laten. Dus daar ben ik echt super blij mee. Volgende item komt uit de kringloop in Naarden. Deze heb ik dus al ietsje langer. Hier heb ik heb ook een soort van mini shoplog op mijn Instagram stories gehouden. Van toen ik naar de kringloper in Naarden was geweest. Dus deze heb je misschien al dubbel gezien als je mij op Instagram volgt. Maar als je het gemist hebt, dit is een super leuke mandje. Ook dit is een beetje weer dat geweven riet. Dus mee alles met riet en geweven, dat soort dingetjes. I'm loving it. Dus toen ik dit bakje zag, dacht ik, moet ik hebben. Hij ziet er nog best wel netjes uit. Een paar van deze dingetjes zijn wel een beetje losgelaten. Dus hij is waarschijnlijk wel gebruikt. En toch gedoneerd en ik ben er heel erg blij mee. En van interieur ga ik door naar fashion of mode, om het zo maar te zeggen. Ik heb niet altijd het geduld om door de kleding door te spitten. Maar het is wel heel erg leuk om te zien wat je daar kan vinden. Allereerste item is een super groot shirt. Het is maat 2 extra large. Dus hij is lekker groot, lekker oversized. En ik dacht, het is gewoon heel erg leuk om te dragen. Misschien over een strakke legging of skinny jeans, maar ook misschien wel als jurkje. Ik weet even niet 100% zeker nu of ik hem kan dragen als jurkje. Maar ik zal even wat clipjes hier overheen doen. Waarop ik de items eventjes aandoen. Dan kan je het gelijk zien en dan zie je wel of het wel of niet als jurkje kan. Het is in ieder geval een heel fijn shirt. Ik vond het stoffie heel erg lekker, want het is heel erg dun en zacht. En gewoon super chill. En deze was €4,50. Ik moet zeggen, niet mega cheap of zo, denk ik. €4,50. Volgens mij kan je daar bijna ook wel een t-shirt voor bij H&M krijgen. Maar deze is eigenlijk gewoon niet gedragen. En ik hoef dus niet een nieuw item in de winkel te kopen. Wat ik wel een fijn gevoel vind. Volgende item is ook een zwart shirt. En dat is deze. Dit is een shirt van COS. Dus toen ik het merk zag, dacht ik, wow, score, super leuk. Het is een maat M'tje, dus hij valt bij mij ietsje relaxed. Ik draag meestal maat M van t-shirts.
En COS is gewoon een super mooi merk. Kwalitatief ook. Dus hier ben ik ook super blij mee. Deze is denk ik ook echt misschien maar één keer gedragen. Het enige is dat hier een klein gaatje op de schouder zit. Maar ik ga gewoon wat naald en draad pakken. Kan ik deze heel makkelijk weer dichtnaaien. Dus dan is het vast helemaal oké. En je ziet het waarschijnlijk toch helemaal niet zitten. Hier krijg ik nog 50 cent korting op, omdat er dus een gaatje in zat. En ik heb hier €3,50 voor betaald. En dan ben ik nog niet klaar met de basic t-shirts, want ik heb ook een super mooi wit t-shirt. En dat is deze. Dit is een t-shirt van Citizens of Humanity. Is ook een super mooi merk. Het stofje is ook wat dikker. Dikker katoen. En het lijkt op het allereerste gezicht een heel basic wit shirt. Maar aan de onderkant is hij een beetje asymmetrisch. Dan heb je hier echt nog zo'n stuk stof hangen. Dat je gewoon los kan hangen. Of dat je misschien kan gaan strikken. Oh, en hiervoor heb ik betaald. €4 was deze. Zo, dat waren alweer mijn kringloop aankoopjes van de afgelopen tijd. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien dat ik een beetje heb gefilmd in de kringloopwinkels. Ik moet zeggen dat het een van de eerste keren was dat ik weer de camera erbij heb gepakt. En ik vind het toch nog wel lastig om in het openbaar en vooral in winkels te filmen. Want ik ben altijd bang dat ik eruit word gestuurd en dat soort dingen. Dus het is niet het allerbeste filmwerk wat ik heb gedaan. Maar ik hoop dat je het alsnog leuk vond om te zien dat ik een beetje een poging heb gedaan om te filmen daadwerkelijk in de kringloopwinkels. Dus laat me vooral even weten in de comments wat je van mijn aankoopjes vindt. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je snel weer in de volgende. Doei!